Ik heb nog nooit gedanst. En dan heb ik het over klassiek ballet. Dat is tenminste eerlijk, ga ik je vandaag leren. Alleen niet zo uitbundig. Wie heeft de sneakers aan? Doe ze snel uit. Ik had mijn zonnebril nog op. Al die zonnetjes hier binnen, hè? Wie is er nerveus? Ja. Nou, kom nou. Doe maar even zonder, want we hebben nog maar 20 minuten. En zo meteen komen ze binnen, dan willen ze wat zien. Maar ik wil toch eerst even kijken. Eerste positie, alsjeblieft. We gaan klaarstaan, eerste positie. Je hoort de muziek en dan doe je preparatie. Armen voor, armen open. Ik wil zien demi-plié. Armen voor, armen open. Strek op. Grand plié zonder armen. Dus je gaat rustig naar beneden en weer omhoog. Nog een keer. Demi-plié. Armen voor, armen open. Strek op. Op balans. Ik ben ook nog niet wakker, ik val om. Taan nu naar de tweede, demi-plié, armen voor, armen open, strek op, grand plié, en 6, en 7, 8, demi-plié, armen voor, armen open, en balans. Dan weer terug naar de eerste positie, en dan weer een keer in de tweede positie. Spreid je even uit. We hebben een hele grote zaal. Het enige nadeel is, daar heb je geen spiegels. Jij hoeft niet te kijken, wij kijken naar jou. Toch? Nou, zet je beste beentje voor. Oh, dat kan niet in de eerste. Yep, komt hij met muziek. Sluit. 1, ne, 2, en de tweede keer opzij. Sluit achter. Dan doe je andere been voor. 1, 2, 3. En 1, 2, opzij, 3. Sluit achter. Dan ga je weer met rechts naar voren. Vragen? Het is heel simpel. Ik zou alleen adviseren. Begin met rechterbeen. 1, sluit. 1, sluit. Strek uit naar voren, strek door. Sluit. 1, sluit. 1, nu been opzij. En sluit achter en doe je linkerbeen. 1, 1. Goed opzij. Voor. Oh. Nou, je lacht tenminste. En rechtervoet. 1. Ik ga hier naar de wals. Walspas. Wat heb ik hiervoor gedaan? Alleen plié en tandu. Weet je even? Dat doen we nog even van onderaan. Dat heb ik even in de eerste beeld. Ik heb dat nooit gedaan. Nee, dat geeft het niet. Kijk lekker af. Dat geeft niks. Nee, want ik kijk ook wat er mogelijk is. Wat ik zie mag ervan. Nee, maakt niet uit. We kijken ook wat er fysiek mogelijk is, want je komt hier om te leren. Ja? Ja. Wat we gaan doen is de voorste rij gaat in zijn geheel helemaal achter staan en die andere twee rijen lopen een stukje naar voren. Maar blijf wel in je volgorde staan als je... Mag ik wat vragen? Tuurlijk mag je wat vragen. Hebben jullie opgelet tijdens de auditie? Ja, dat komt ook niet. Oh nee, niet overal opgelet. Maar met jou hebben we ook iets van je... Geweldig, maar je bent ook een beetje oud. Dat is dus de reden waarom ik niet door ben gegaan. Oh, echt waar. Shit, hè? Kan ik niet de kans krijgen? Nee, kijk, met alle plezier geven we iedereen een kans, want dat wil ik ook doen. Maar hier moeten we ook rekening mee houden. Okay. Instroom, uitstroom VMBO naar het MBO is vaak 16, 17 jaar. Maar als ik jonger was geweest, was ik dan wel doorgegaan? Moet ik eerlijk zijn? Nee, zeker. Ik zeg ja. Oh echt? Ja. Oh gelukkig, dan ga ik tenminste nog met een goed gevoel naar huis. Ja? Want daar ligt het dus niet aan. Oké. Okay. Dus gewoon simpel gezegd, en dat klinkt dan heel raar, maar je bent dus te oud. Voor hier. Wat hint, moet ik dan hint, doen? hint. Ga dat internet op. Zoek naar scholen die wel accepteren dat je op een bepaalde leeftijdsgrens zit. Maar wij houden hier toch die leeftijdsgrens aan. En dan is het verschil tussen jou en iemand van 16 is heel groot. Ja. He, jij komt volwassen over, jij doet volwassen. Je hebt volwassen ideeën en ook
ervaring. Te veel was. En dan komt er zo'n 16-jarig uppie die dat niet heeft. En dan is dat is echt te groot. Daar kunnen we niet aan beginnen. Oké. Okay. Ah, daar was je. Ja, want... Welk nummer had jij? 86, volgens mij. 86? Nou ja. Ballet? Ja. Maartje? Ja. Ballet vond ik je niet sterk genoeg. Oké, okay, ja. Dat, daar viel het voor mij wat dat betreft even door de mand. Ja. Want je hebt niet veel balletervaring. Jawel, jij zei maar ik weet niet, het ging vandaag niet of zo. Ja. Ik had ook een gekneusde voet vandaag. En, maar ik heb het toch geprobeerd. Oh, even met een gekneusde voet? Ja, even. Ik heb het dus ook niet gedaan. Daarom. Ook niet ingeteerd, alsjeblieft. Leuk plekje. Doen we twee handen aan de bar. Ontspannen eens. Ben je zo nerveus? Nee hoor. Oh, gelukkig. Dansen is leuk hoor. Ik doe het al heel lang. En nog steeds met plezier. Ja, dat is de mijne niet. Wat we gaan doen. Eerste positie. Even kouwen. Ja. Klinkt ook zo. Demi-plié. Draai op. Draai in. Billen onder je. Maak je lang. En demi-plié. En draaien. En terug. En strek. De derde keer. Demi. En de vierde keer ga je op je tenen staan. Bar even los. En weer terug. Even je billen onder je. Kijk. Makkelijk, hè? Wie heeft er nog nooit klassiek ballet gedaan? Ik. Gaan we vandaag leren. Oké. Ja? Rechtop staan, je knieën op slot en je, zeker jouw tenen niet te ver naar buiten. En dit mag op slot blijven. Ga je me aansteken? Nee. Ik hoop het niet. Oké, ik ga de muziek aanzetten. Dit is het enige wat we doen. En 1, 2, 3, strek. En 2, 2, 3, strek. De derde keer. En op je tenen en blijf staan. Dan wie hield niet, gaan we het weer een keer doen. Alles bovenkant blijven rustig. Even een muzikale test. Nou. Mag die iets harder? Zachter. Toch iets zachter. Ja, dit was test 1. Ja, ik zet hem even aan voor jou. Kan je hem even horen? Zo goed? Oké. Okay. Kom, gaan we beginnen. Armen leg neer. Netjes plié. En draai. Terug. Strek op. Plié. Draai. En hoeft nog niet op de tenen. Doen we zo. Nou, let op. Naar boven. Los. En weer terug. Demi-plié. Draai. Rustig, strek. Nog een keer. Plié. En op je tenen. Nog een keer plié. Je gaat een beetje, je valt naar die kant. Val eens naar de andere kant. Goed zo. Dus hou maar even je hoofd naar die kant. Voor jouw gevoel. Kijk, nou staat hij recht. Goed, hè? Allerlaatste keer. Ga eens dieper naar beneden. Plié. Dat is te veel. Plié. En plié. Draai naar buiten. Billen onder je, buik in en strek op. Nou, dit omhoog. Omhoog, omhoog. Omhoog. Maak je lang. Ja, je haar zit goed hoor. En ontspan. Hielen neer. Tand u voor, flex je voet, strek je voet en sluit. Andere been naar voren. En één en flex en strek en sluit. Been opzij.
en flex en strek en sluit. En weer zij, flex en strek en sluit. Dan weer naar voor. Weer andere been voor. Rechts naar opzij en links opzij. Mag iets dichter bij de bar gaan staan. Want je ellebogen moet je kunnen ontspannen. Gewoon rustig.